Lieve kijkers, vandaag ga ik soutosoep maken. Soutosoep is een Surinaamse Javaanse soep. Vandaag heb ik ook nog een special guest die mijn soep gaat proberen. Hij weet eigenlijk nog niet dat hij soep voorgeschoteld krijgt. Ik hoop dat hij het lekker vindt en ook niet al te pittig vindt. Maar dat kan hij zelf even bepalen hoe pittig hij zijn soepje wil maken. Maar we gaan nu eerst kijken hoe ik mijn soutosoep maak. Wat gaat er allemaal in de pan? Zalmblad. Dat is een ander bladsoort dan laurielblad. Dit is dus echt zalmblad. Pimentkorrel, dat heb ik eerder gezien. Dit is lontai, oftewel pimentkorrel. Zout, suiker, zwarte peper, serree, oftewel citroengras, laos, 3 tenen knoflook, 1 ui, kippenbouillonblok, 5 stuks, grote, 1 klein stukje gember, selderij. Om de soep op te dienen ga ik gebruiken gebakken uitjes, gebakken geraspen aardappelen, taugé, ook gefrituurde witte vermicelli, Chinese vermicelli is dat, gekookte eieren en 1 kilogram kipfilet. Als het water begint te koken, doe ik de kipfilet in, zodat ik ook een beetje de lekkere kippensmaak erin heb in mijn bouillon. De serree, citroengras in wat kleine stukjes gesneden. Die gaat erbij. Er is geen volgorde van de kruiden die erin gaan, dus ik doe er gewoon allemaal één voor één erin. De zalmblad is ook heel sterk, dus doe er niet al te veel van in, anders gaat je soep een beetje bitter smaken. Zout en suiker. Nu gaat de deksel erop en dan laat ik de soep lekker intrekken. En dit laat ik ongeveer een kwartier op een laag pitje koken en dan ga ik kijken of alles lekker op smaak is. En klaar is het. Nu de soep al een half uur staat te koken, ga ik als laatste de gebakken uitjes met knoflook erin doen. Laat ik hem nog even 5 minuten doorkoken en dan doe ik het vuur uit. Zoals je ziet is de soep mooi helder. Dat is de bedoeling, dat is soutosoep. Met alle lekkere verse kruiden erin. Verder, kipfilet had ik al eruit gehaald. En die heb ik zitten pluizen, een beetje grof pluizen. Dan heb je hier nog taugé, die is lekker vers, heb ik gewassen. Gekookte eieren heb ik gehalveerd. Gebakken uitjes hoort erbij. Dit is gebakken aardappelen. Die heb ik eerst geraspt en daarna gefrituurd. Dat heb ik al in mijn kookvlog 1 laten zien hoe ik dat doe. Ik heb jullie daar net laten zien hoe ik de Chinese vermicelli heb gefrituurd. En dit zijn de gewone frietjes naturel die ik bij de supermarkt gehaald heb. En dat is lekker om deze alle 3 bij elkaar te combineren met de gebakken uitjes en de rest die in de kom gaat en daarna de soep eroverheen komt. En als laatste mijn welbekende
zoete, pittige ketchupsaus. Zoals ik jullie al verteld had, zou ik nog een gast erbij krijgen die ook mijn gerecht zal proeven. Ja. En dat is Paul van King Alert. Ja, en hij is ook een YouTuber, dus als YouTuber zijn, dan ga ik het gewoon al proeven. Ja. En ik kan tegen pittig eten, dat scheelt. Oké. Okay, dus... Niet te pittig moet zijn, dat had ik al gezegd. En dat mag je dus zelf bepalen. Dat. Yes. Oké. Okay. En dit is mijn zoete, pittige ketchupsaus. Die heb ik in mijn eerdere vlog. Vlog 3 heb ik al laten zien. Die heb je zelf gemaakt? Ja, die heb ik zelf gemaakt. En nou, ik laat je even zien wat je allemaal moet doen om je soepje te gaan eten. De volgorde. Ja. Ik begin met een beetje aardappel. Ik schep alvast een klein beetje voor Tristan op, zodat hij samen met jou kan proeven straks. Dit is een Chinese vermicelli. Die is ook gefrituurd. Dit is... Naturel frietjes, ja, die haal je gewoon zo bij de supermarkt. En ik vind het fijn om gewoon van alle drie een beetje gecombineerd te doen. Ja. Die aardappel die ik als eerste erin gedaan had, die was eigenlijk, die heb ik zelf gefrituurd. Maar dat maakt het juist zo die lekker. Ja. Okay. Maar als mensen daar geen tijd voor hebben, dan moeten ze gewoon maar die mini frietjes halen en hiermee en mixen. En nog makkelijker als ze naar de toko je zouten mixen, dan hoeven ze helemaal niet kant en klaar. Dan heb je dit allemaal door elkaar kant en klaar. Ja, ja, klopt. Okay. Maar ik vind het het lekkerst als ik het ook zelf ook... Zeker. Op een of andere manier. Ja. En ik doe voor jou een half eitje. Je mag een hele of een halve ei erin doen. Dus kip, denk ik. Kipfilet, ja. Doe ik ook een beetje erbij. Van alles doe je een klein beetje erbij. Taugé. Tristan is niet zo dol op taugé, dus ik doe er een heel klein beetje taugé bij voor hem. En een beetje gebakken uitjes eroverheen. Dan gaat de soep erin. Eroverheen. De bouillon, pak je zeg. Ja, echt de bouillon. En al die kruiden die mag je erin laten, want dat is allemaal voor de smaak. Voor smaak. Ja. Nou. En mag je ook een klein beetje rijst erbij doen. Dus hoeveel jij als Tristan het neemt, dan ga je vanuit dat het lekker is. Dat hij het zegt, moet je doen. Toch? Ja. Oké. Okay. Nou, en Tristan die houdt ook van. Pittig. Pittig. Dus ik doe daar ook een klein beetje. Maar dit is al pittig dus. Is je dat erbij natuurlijk? Nou, voor hem heb ik een half gedaan. Ja. Ik zou je adviseren om eerst een halve eetlepel te doen. En daarna kan je kijken of je nog een klein beetje erbij Oké. Okay. Ik pak gewoon een schepje in. Ja. Want ik lust eigenlijk alles wat er met zeker. Alles bij elkaar. Als er maar een champignons in zitten. Ik lust een champignons. Zitten ze erin? Waar? Ik heb nasi gemaakt. Met champignons. Oh, oké, dat maakt niet uit. Maar dat zijn niet hele grote wel. Moet niet echt zo'n groot stuk champignons. Dat kan niet. Slijsjes. Die ook bij de Chinezen in zitten soms. Dat zijn van die grote champignons. Vind ik lekker. Oh, oké. Okay. Oh, doe je het goed? Ja, je bent goed bezig. Oké, okay, dan het ei. Half ei heb je geadviseerd. Ja, taugé. Je mag een hele doen hoor. Nee, is goed. Taugé, hetzelfde als Tristan. Ik vind het lekker, maar het moet niet te aanwezig zijn. Ja, oké. Dat heb ik weer met taugé. Dus die gebakken uitjes neem ik natuurlijk sowieso. Ja, zeker. Die maakt het ook zo. Die maakt het denk ik achter maar meer of doen ze het goed? Mag ik nemen hoeveel ik wil. En dan, De hete soep eroverheen. Alleen de bouillon. Alleen de bouillon, yes. Onderin in de pan zit zeker heel veel kruiden. Onderin in de pan heb je citroengras. Dat zijn, dat is niet iets om te eten. Het is meer voor de smaak. Dat is puur voor smaak. En ook wat blaadjes, die is ook puur voor de smaak. Ik ga nog wel eten of zo. Hoeveel moet je erin schepen? Je mag nog een schepje nemen hoor. Zelf bepalen hoeveel soep je wilt hebben. Ja, zoiets. Ja. En rijst gaat er ook bij. Een klein beetje rijst. Ja. Dus maakt de smaak een beetje, maakt dat de smaak weer anders? Of is het... Nou ja, ik vind het soms lekker zonder rijst, maar soms is het ons hoofdgerecht ook, hè? Oh ja. En dan eet je het met een beetje rijst erbij. Ik ben er klaar voor, denk ik. Volgens mij niet, nog een beetje. Oh nee, maar je zei een half. Hete saus? Ja, probeer eens een half. Ik doe gewoon echt van meer dan een half, van zoiets. Ja. Nu voor de kant erbij doen, maar je kan niet eraf halen. Dus. Ja, je kan er meer afhalen. Of je neemt wat meer. Ja, dat kan. Dan kan je meer soep nemen. Soep nemen. Zo, gewoon even puur voor de smaak. Nou, dan gaan jullie even eten. We gaan testen. Yes. Zo. De mannen zijn het nu aan het proeven. Heerlijk. Ja. En dit eten we gewoon elke dag, allemaal deze dingen. Nee, we eten dat niet elke dag. Eet jullie ook Hollandse eten? Of alleen maar, is het nu echt jullie alleen maar...
Geef jullie gelijk, want ik ben niet van Hollands eten. Ja, ik maak voornamelijk Surinaams eten klaar. Ja. En dan met Surinaams bedoel ik Hindoestaans, Javaans, oh ja. Chinees. Ik probeer van alles. Mm-hmm. De recepten heb ik van niemand gekregen. Dit is een typisch Javaans gerecht. Ja. Alleen, ik heb het smaakje zelf geprobeerd te benaderen. En ik werk echt met kruiden, verse kruiden. Want je kan ook gewoon zo'n pakje, een mixpakje kopen. Ja. En dan doe je dat gewoon in je kokend water. Ja. Ik vind dat zo slap. Heet ja, water. Ja, zoals de noedels of schoolbrood. Die noedels die je krijgt. Die staan er dingen. Maar wat vind je ervan? Heel hoe smaakt het? Heel lekker. Lekker? Ja. Nou. Ik weet niet wat je ervan vindt, maar dat durf je niet zeggen. Oh, lekker. Ja? Mm. En wil je nog meer peper erbij, Paul? Nee, kijk, precies goed. Precies goed is je vindt precies ja. goed. Paul en Tristan hebben lekker gegeten. Heerlijk. Ja? Ja. Zeker? Ja. Zeker weten. Jullie hebben het gezien, hoe ik het allemaal gemaakt heb. Ik heb het stapsgewijs uitgelegd. Mijn gast heeft het ook... Ik heb het eigenlijk stiekem gemaakt, om het toe te geven. Maar achter het scherm heb ik het eigenlijk gemaakt. En het is nou een beetje kinder, toch? Je moeder is echt boos. Nee hoor. Super lekker was het. En voor je meer kooktips, en uiteindelijk komt er een heel kookboek zelfs uit, abonneer lekker. En wat we nog meer doen? Like, hè? Ja. En delen. Wat is nog meer YouTube taal? Delen, liken, blauwe duimpjes. Is je nog steeds blauw? Ja, hè? Blauwe, ja, toch? Ja. Nou, blauwe duimpjes, vergeet ze niet, abonneren. En, en hij binnenkort ook FIFA-kanaal, gaat hij echt heel goed FIFA spelen. Tegen mij straks. Hij gaat verliezen, let maar op. Oké. Ja. Een beetje grapje zit altijd van bij. Dankjewel, hè? Doei. Ja, dat zijn